Dit programma is mede mogelijk gemaakt door... Welkom bij de 56e editie van de Grote Prijs Paul Bormans. Het wegseizoen loopt stilaan ten einde, maar niet voordat het profcriterium van Vianen is verreden. Terwijl de mechaniciëns de fietsen gereed maken, schuiven de renners maar wat graag aan bij de inschrijftafel, want het is ideaal koersweer. De Grote Prijs Paul Bormans is een koers met een rijke geschiedenis. Rick van Looy staat op de erelijst, maar ook de allergrootste, Eddy Merckx. Als we verder in de tijd gaan, komen we onder meer Claude Criquelion en Edwig van Hooydonk tegen. Erik de Klerk is met 4 overwinningen de recordhouder. Ook de laatste jaren schreven klinkende namen als Johnny Hoogland, Stijn de Volder en Wout Poels de koers op een palmares. Wie kan zich dit jaar bij dat illustere rijtje voegen? Misschien wel Floris Gerts. Hij is als renner van het grote BMC Racing Team op papier een kandidaatwinnaar. Desondanks zal hij het niet makkelijk krijgen als eenling. Ja, ik denk dat er een paar teams aan de start staan. Die zullen natuurlijk, die zijn natuurlijk als blok best wel sterk. Dus dat is wel lastig om daar tegen te rijden. Zeker als je een shirt van BMC aan hebt. Maar ik ga gewoon lekker koers vandaag en dan zien we het wel. Voor jou is het aanvallen geblazen? Ja, ik kijk wel eventjes een beetje hoe de koers gaat verlopen en wie er aan de start staat. En dan gewoon lekker koersen, dat is gewoon het belangrijkste. Streekrenner Bart de Klerk zit in een soortgelijke situatie met enkel Jasper de Buist als ploeggenoot aan het vertrek. Hij verwacht dan ook een zware wedstrijd. Het is hier altijd een heel zware koers. Het is een beetje moeilijk te voorspellen. Vorig jaar is het heel lang... Het heeft heel lang geduurd eer de beslissing gevallen was. 2 jaar geleden was het eigenlijk na 2 rondes al dat de goede ontsnapping weg was. Dus ja, het is heel moeilijk om te kijken. Het is een beetje te zien welke ploegen zijn mee, welke mannen zijn niet mee. Het wordt patent koersen en dat zien we wel. Terwijl de coureurs al opgesteld staan bij de startlijn, werpen we nog vlug een laatste blik op het parcours. De renners rijden tijdens de GP Paul Bormans 14 rondes van 12 kilometer. Ze moeten per ronde zo'n 100 hoogtemeters overwinnen. De weg loopt met name tussen Akkerbos en Burgt behoorlijk omhoog. In totaal moeten de coureurs 168 kilometer afleggen vooraleer ze de finish bereiken. De wedstrijd is inmiddels begonnen. We kijken dit keer mee met Jérôme Bonny, de winnaar van de vorige editie. Ook dit jaar heeft hij zijn zinnen op de Grote Prijs Paul Bormans gezet. Sowieso. Het is niet ver van thuis. Het is een mooie wedstrijd, het is een golvend parcours. Het is inderdaad wel nog een kans om nog eens te winnen. Ja. De renners zijn de eerste keer bovengekomen aan Burgt. Ondertussen is de eerste vluchtpoging een feit. Groen van cyclingteam Joannes de Rijcke en Lin Douw van team Joker hebben meteen een flinke voorsprong genomen op het peloton. De 2 koplopers werken goed samen en hebben al snel ruim 2 minuten voorsprong. Het peloton laat voorlopig begaan. In de derde ronde wijzigt de koerssituatie. Groen en Lin Douw rijden nog steeds op kop, maar daarachter probeert een omvangrijke groep de oversteek te maken. Jérôme Bonny roept zich op zijn beurt in het peloton. Jérôme Bonny krijgt evenals de achtervolgers weinig ruimte van het peloton. Maar hij laat zich niet ontmoedigen en versnelt kort daarna opnieuw. Toch is ook ditmaal zijn poging tevergeefs. Het gaat hoe dan ook snel en de risico's worden niet geschuwd. Daarbij zoeken de renners soms letterlijk het randje op. Bij de 4e passage aan Burgt rijden de 2 vroege vluchters nog steeds voor het peloton. Daarachter gaan 3 renners in de tegenaanval. Niet veel later ruikt ook Bonny opnieuw zijn kans.
Dit keer slaat hij wel een gat, maar Jelle Manners is alert en dicht al snel de kloof. Zijn ploeggenoten Marco Minnaert en Lander Seynave hebben een ronde later meer geluk. Zij vormen samen met 6 andere renners een nieuwe kopgroep. De hoofdmacht volgt op een halve minuut achterstand. De voorgift van de 8 koplopers groeit in de 6e ronde naar een minuut. Toch lijkt het peloton onder leiding van Vullier Southeast de koers onder controle te hebben. Want die kopman Bonny zit desondanks in een luxe positie met 2 ploeggenoten in de kopgroep. Hij kan halverwege de wedstrijd de kat uit de boom kijken. De voorsprong van de kopgroep lijkt vervolgens kleiner te worden. Het werk van de renners van Vullier Southeast lijkt te lonen. Maar in de 8e ronde ziet het er weer beter uit voor de vluchters. De renners van Vullier Southeast zijn dan haast volledig verdwenen uit de voorposten van het peloton. Terwijl de koplopers goed blijven samenwerken, komt de hoofdmacht daarna niet meer dichter. In de slotfase lijken 3 renners om de overwinning te strijden. Korsaat, Minnaert en Van der Hoorn zijn vooraan overgebleven. De andere vluchters moeten passen. Ook de achterstand van het peloton lijkt te groot. Dat vermoeden wordt bij het ingaan van de slotronde bevestigd. Het drietal heeft dan maar liefst 1 minuut en 10 seconden voorsprong. Het peloton zal moeten strijden om een 4e plaats. In de laatste ronde zijn de vluchters bij elkaar gebleven. Van der Hoorn komt met snelheid uit de laatste bocht en wordt niet meer achterhaald. Jakub Maresco wint de pelotonsprint, maar strandt naast het podium op een 4e plaats. Winnaar Van der Hoorn pakte ook regelmatig nipt naast de prijzen, maar dit keer viel alles op zijn plaats. Ik heb Ampos Rasta dit gewonnen en daarna 4 keer 2e geworden en wat veel ereplaats en wel een sterke fase achter de rug, maar net dat het eigenlijk vaak niet, net niet misging in de finale en dat ik niet kon winnen. En dan is het nu wel heel lekker dat je wel die overwinning pakt aan het eind van het seizoen. En ik hoop dat ik me goed in de kijker gereden heb en dat dat nog wat op gaat leveren de komende tijd. Het was all I got. I should really have won as well, but that's the game, you know. Sometimes you don't want to win. Ik weet dat ik niet rap ben in de sprint, dus ja, dan moet je wel proberen. En ik probeerde op een kilometer, ze keken naar elkaar, die andere 2, dus ik kon een gaatje slaan, maar ja, ze reed helaas nog dicht.